Yo mensen, het is Geert Kees van Sint Roger. En ik dacht, hey, laat ik eens een keer een nieuw filmpje over Minecraft maken. Ik heb ook een nieuwe background en zo, die is allemaal laten herdoen en herdaan. En ik dacht, hey, laten we gewoon een filmpje maken. En bij mij is het dan gewoon... Ze hebben gespeeld. En we dachten, hey, laten we gewoon... Ja, een filmpje van Minecraft maken. Dit is de ChunkaCraft server. En ChunkaCraft, dat is iemand waarmee ik wel eens... Dat zijn twee mensen en daar praten we nog wel eens mee op Skype. En zeg dus ook een shout-out aan hun. Ja. Ja. Laten we eerst even kijken wat de regels zijn. Nou, talen is Engels en Nederlands. Dus leuk. Builders kun je worden door niet te zeuren. Admins zijn Mama Appelsap. Want Mama houdt van Appelsap. Gino Pennings. Melvin836. Daar hebben we ook nog Demolition voor. Dus ja, Luca, nee, en moet dat nou? Die ken ik allemaal. Daar praat ik allemaal regelmatig mee. Regels, maak niks kapot wat van jou is. Huh? Oh, ik dacht, maak niks kapot wat van jou is. Oh, dan mag ik dus wel alle andere dingen slopen, maar... Was mooi. Wees vriendelijk tegen elkaar, ja? Dus we mogen tegen elkaar zeggen: hé, hey, jij moet je vieze vuile tering, je bent een vieze vuile tering, mongol. Zolang ik me vriendelijk zegt: jij bent een vieze vuile tering, mongol. je mag overbouwen met toestemming, hè? Huh? En gewoon op je beurt wachten. ChunkaCraft stuff. Oké, okay, wat gaan we doen? Hé, hey, hier is een huisje. Private, Melvin. Oh, dat mag niet in, hè? Of nou trouwens, dat kan ik gewoon in. Nee, kan ik niet in. Oké, okay, dan weet ik nog wel een manier. Moet je zien. Bam. Ja. Yeah. En nu heeft hij niks meer te zeggen. Kan ik het deurtje niet open doen? Wat staat te doen? Au, nee, au. Laten we gewoon doodgaan. Yay. Oh, ik kan niet dood, want ik heb hem op... hoe heet dat nou? Ik heb... Yep. Laten we maar eens in mijn karretje gaan. Doe me eens, iemand. Wat doe jij nou? Nee! Dat is je mijn kaartje. Dankjewel! Ik dacht van, oh fuck, ik moet helemaal terug naar beneden voor dat mijn kaartje. Oh, de pastuur is een mijn kaartje, jee! Nou gaan we naar Chunka City, of hoe je dat ook wil noemen. Ja. Ja. En nu? Jij staat nou stil? Fuck. Nee! Nee! Wat doe je nou? Dude, what the fuck? Dan moet ik weer helemaal terug. Moet ik weer... Nou, dan gaan we even wachten. Dan gaan we even het verhaaltje vertellen over hoe Herbert de Cactus kinderen kreeg. Dat vertel maar eens. Ik? Ja. Met je maar mooie... Herbert de Cactus. Ja, Herbert de Cactus herkende opeens Hermina de Cactus. En ja, die hebben opeens kindjes gekregen, ja. Hé, hey, en waarom sta je daar nou? Oh, dat is Owned Gaming TV. Nee, nee, niet tegen mijn aanbodsen. Nou, moet ik weer terug. Lol. Nou, niet ook. Voor jou, niet voor mij wel. Ja, jij bent volgens mij onderhand in de city. Nou, ik ben bijna aan het station, want er stonden nog vier mijnkarretjes op de rails van mij. Waren meerdere mensen die hetzelfde idee volgens mij hadden als jou? Gewoon een mijnkarretje op de weg zetten, dat is wel lol. Maar die keer waar ik net tegenaan was gemoet, die keek zo naar mij van... Haha, je gaat nog lekker een keertje terug, motherfucker. Oké. Okay. Nou, dat is, denk ik dat ook. Nee, nee, mijn karretje ligt op de weg. Yes, ik ben erin. Doe het. Nee, 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 niet weg, niet weg, niet weg. Hij is weg. Rijden, kut. Rijden voor je zakgeld. Nou, nog een keer. Rijden voor je zakgeld. Ja, hij rijdt! Oh mijn god, jongens, dit is echt het grootste ooit wat er ooit gebeurd is. En voor de mensen die het willen weten, ik ben wokkels aan het eten. Ja. Nou, er staan dan drie minecarretjes hier gewoon. Gewoon te staan, te chillen met elkaar. Oh nee, komen er twee terug. Ik ben er doorheen gegaan, hoe doe ik dat dan? Nee, die komt er nog één aan. Oh, dit is echt een horrorverhaal. Dit moeten ze gewoon echt als horrorverhaal doen. Gewoon de horror van de mijnkarretjes. Oh god. Dat zou nog best wel een goed horrorverhaal zijn, weet je niet? Ja, eigenlijk wel. Dat je op een spoor zit en dat er een mijnkarretje aankomen. Ja, ik ben er bij overheen springen. Yes, ik ben in Chunka City. Laten we zien wat er in Chunka City te doen is. Ik wil het kistje kijken. Ah, die heb ik niet geplaatst. God nam u, dat dacht ik ook, jongen. Hé, hey, heb je dit al gezien? Hier, moet je zien. Hier, kom eens hier. Dit is
de zelfmoordpet, alleen je kan niet in zelfmoord plegen. Dus je denkt, hey, zelfmoord plegen, ah, oh, kan niet in. Ik kan het blokje niet weghalen, kijk, als je dat blokje probeert weg te halen, zegt van, hé, hey, je hebt dat blokje niet geplaatst, dus je mag gewoon niet weghalen. Ja. Ah, ik snap het. Jee, good level. Nou, we moeten nog hier een bepaald systeem maken dat iedereen builder kan worden ofzo. Ja, want ik kan helemaal niks doen eigenlijk. Ik kan vliegen, ik kan gewoon vliegen. In een kachel kijken. En ik hoor nou een zombie. Dus, ik wil eruit, ik kom de deur in. Ah, je hebt die blok niet geplaatst. Ja. En hier hebben we andere mensen, zoals mama Appelsap hebben we dan. Ja, kent jij die eigenlijk toevallig? Ja, die ken ik, dat is Jeroen van Chunkercraft. Oh, hij zegt, hey Kees tegen mij, ga even allemaal naar Chunkercraft, abonneer erop, echt een super vet iets. Ja, kun je even mij even dingen maken, kan zorg ik dat ik creatief word. Kun je dat niet vragen? Zo heel lief zo. Hey, hij zegt, zeg eens hallo in de Chunker video, zeg eens hallo in mijn video over de Chunker server. Waar simpel gespeeld in zit en die ook graag creatief mode heeft. Ja, ben je even chatten, joh. Ik sta hier zo'n beetje aan een fonteintje zo met mama Appelsap, hallo. Mama Appelsap, hallo. Hey, daar kunnen die prinsen man. Ja, iedereen even abonneren op hem. Consec. Daarnaast heb je een pro creative mode hebben. Oké, okay, vraag of jij creative mode kan krijgen. Ja, dat zou echt wel zalig zijn. Dat zou iets beter zijn, ja. Ja, ik zit zo'n beetje in cut mode nu. Auw! Auw! Wat is die fucking loser tegen mij te doen, jongen? Als hij dan nog één keer doet, wie is dat? Wie is dat? Onet Gaming TV. Ah, jongen, fuck you, jongen. Jullie hebben volgens mij allebei dezelfde skin ongeveer. Je gaat die even weg met zijn Ezio Auditor, hè? Met zijn Ezio Auditor, dat Firenze. Ah, jongen! Ik maak me helemaal kapot. Hij raadde van, nee, Kees! Yes, hij is dood! Hij is dood! Nice! Laten we een feestje bouwen. Hij moet komen. Hij moet komen. Moet je zien waar ik hier heb? Moet je er ook in hebben? Kijk eens waar ik hier heb. Oh ja, geef maar, jongen. Ja. Hij moet komen dan. Laten we hem gaan opwachten. Ja, dat zou echt fucking vet zijn. Dus eigenlijk, de server van Chunkercraft draait daar rond. Yep. Maar kan het kapot maken. Hey, ik heb de zombie daar. Die zombie zit er te kijken van, hey, dat is een vriend van mij. Hey, kijk, je bent nou dood. Hey, is een creeper. Hey, creeper, zou ik je wel zeggen, je bent nou dood. Ga je niet wachten, hè. Oké, zullen we hem gewoon met een mijnkarretje volgen? Ik volg hem nou. Ik ga gewoon naar hem toe. Ja, maar kijk, het is voor mij in de video. Oké, ga ik een Minecraft-genie neerzetten. Dan ga ik hem gewoon keihard irriteren, dan komt hij nooit in Chunker City. Dan moet hij gaan lopen. Kun je dan Minecraft-je sturen, want ik heb er genoeg naar Gendry gestuurd. Nee, ik kan die niet sturen. En ik ga naar boven op de red. Waar deelt hij nou naar mij? Ja, hij komt dan naar mij toe. Hij is er al. Oh nee, dat is hem helemaal niet. Hé, daar had wel een mooie creeper staan. In een mijnkarretje. Ah, hij is dood. Weer al, jongen. Wat een loser. Ja, ik dacht gewoon, laten we dat gewoon doen. En begin eens flink te onweer. Moet niet erger worden, want anders smelt ik nog. Want ik ben van suiker. Want dat vind ik echt zo'n stomme opmerking. Maar het regent, ik wil niet naar buiten. Ben jij van suiker? Nee, wat slaat dat nou op? Als ik suiker buiten zou strooien, dan zou het wel van suiker zijn, maar dan zou het ook niet smelten. Toch? Inderdaad, jongen, heb je helemaal gelijk in. Heb ik helemaal gelijk in. Oké, zie maar die. Ah, daar komt hij aan. Zal ik hem gewoon eraf gooien? Hij is er zelf afgesprongen. Suicide, ik spring er ook lekker af. Waar is hij? Ik ben in ander werk, jongen. Ik kom helemaal naar daar, even kijken hoe dat zit, jongen.
Even zien, waar is die kut? Hij is net. Hij is aan het teruglopen. Hij is een beetje bang voor jou, denk ik. Heb ik zo'n klein gevoel, jongen. Dat kan inderdaad kloppen, ja. Hij probeert nou weg te komen van mij. Hij denkt, nee! Nee! Dat is Kees! Waarom probeert hij wel niet? Ja, inderdaad. Wat een loser. Ik ken hem, hij is Channel of Gaming TV, of Owned Gaming TV. Owned Gaming TV ken ik ook. Hij sprong er daar bovenaf. Hij dacht van, maar ik peer hem hier hoor. Ja, lol. Dat is echt lol. Iedereen weet, jongen, gewoon dat appel hier is. In plaats van peren hier. Ja, ik vind het wel zo tof. Waarom peer jij ergens? Hij zit nou onder water. En dan komt hij boven water en dan ga ik hem gewoon kaart vermoorden. Ik ben er dichtbij hem, ik ben er bij hem. Ja, yes, hij is dood. Dat was een leuke Angie. OS aan mijn framerate begint opeens fucking laag te worden. Ik heb geen idee waarom. Hij heeft gewoon even geen zin in. Nu heeft hij er opeens weer wel zin in. Kut creeper. Ik ben geen creeper. Ik ben geen creeper. Hey, maar mensen die mij die dit kijken, zoek een keer Owned Gaming TV op. Dat is iemand die wil met mij een keer wat doen of zo. En ja, dat vind ik ook wel een goed idee. Zo, oprotten of zo nog verder gaan. Wat zeg jij, Marijn? Ik kijk, ja, weet je, we hebben eigenlijk alleen maar de intro laten zien van dit hele kijk te doen. Dus ja, ik zeg jij. Nee, maar zullen we verder gaan wat aan vermoorden of wat? Oh, nee, laten we oprollen. Nee, nog één keer. Ik duw hem er dan gewoon af, weet je. Ja, dat mag. Zit hij nou in mijn karretje daar? Of ben jij dat? Dat ben ik. Waar ben jij, jongen? Ik zie je niet. Ik heb hem eraf gegooid. Hier neem ook maar een mijn karretje mee. Maar ook al cactussen gooien. We gaan gewoon cactussen op hem gooien. Vindt hij wel leuk. Wel dat hij dat leuk vindt. Ik word weer gebeld. We gaan hem omgooien in cactusblokjes. Geen idee waarom, maar we doen het gewoon. Weet je ja, dat? Inderdaad, zo moet dat. En ik kwam hier net denk ik iemand binnen, want ik hoorde zo van... Pop, nog iets. Welkom in Sanka Creepers. Kill me even niet! Ja, hij gaat nou dood. Hij vermoordt zichzelf! Dat vind ik knap. Ik heb nooit gezien. Hij vermoordt zichzelf gewoon. Hij is gewoon verzopen. Wat een mogol. Oh, we moeten het verder laten zien met de server, want ik ben nogal afgeleid. Ja, inderdaad, ik had al zo'n gevoel van. Kees, het draait hier helemaal niet om. Ja, helemaal is wel leuk. Kun je me even doden, want ik zit in een kat en. Ik word by the way weer fucking hard gebeld, weet je. Sinds dat ik livestreamen ben, willen heel altijd mensen met Skype en zo. En dan gaan we dus met de hele tijd bellen van. Hey Kees. Oh, dat is Kees. Oh, oh. En dan. Ja, dat ben ik. Hey Kees, ben je al in het station aangekomen? Allang, ik kan vliegen. En ik kan een spinnengrim vermoord, ja. Spullen. Zijn het spullen? Ja, dat zijn spullen. Help me, ik zit in een nood, ik zit in de put. Zit je in de put, dan voel je wel kut. Ja, kom maar eens kijken naar het station, maar daar is een put. Je vliegt erover, naar hier. terug. Waar zit jij nou? Die andere kant, jongen. Andere kant! Zie me nergens springen, jongen. Achter je!
Wat zit je dan hier? Hier jongen! Terug! Ja, rechtdoor blijven gaan, rechtdoor! Een beetje naar links! Oh, moet ik even doormaken? Ik kan er niet uit! Droog.